Nou, het is nu 7:15. We hebben net gebeld en we worden zo teruggebeld of de plek is op het, in het ziekenhuis. We hebben gepakt, alles is klaar. De box staat ook al klaar. Als David zo meteen naar huis mag. Marieke is natuurlijk ook al helemaal klaar. Wacht op het telefoontje. De babykamer is al helemaal klaar. Wacht ook tot David naar huis mag. En dat is hopelijk zo snel mogelijk. Dus we worden zo gebeld als het goed is. Het is nu 9:15 geweest en we zijn nu al een kwartiertje onderweg, want we zijn gebeld dat we naar Nijmegen kunnen. Er is een plekje op de NICU en op de verlosafdeling en we kunnen gaan en we hebben nog eventjes het boek Veilig Bevallen mee, want we weten nog niet hoe we moeten bevallen, dus dat moeten we toch maar even gauw doen. Nou, dat lukt niet. Maar ik ben best wel gespannen. Tana is heel rustig zoals altijd. Hij denkt, ach, what's all the fuss about? Jij bent zenuwachtig voor ons samen. Dus. Ja, precies. Maar we zien het wel zitten en we zijn erg blij dat we mogen gaan. En we zijn er klaar voor. Nou, we zitten in de wachtruimte van de verloskamers. Wachten tot onze kamer vrij komt, denk ik. Dat vind ik een overgang. Hoe laat is het? 10:15. 10:15. Woensdag 14 september. Woensdag 14 september. We beginnen allemaal. I know you're near in all I hear and all that you bring. So many hier ligt onze kleine David. Hij is helemaal lekker rustig nu. Oh, doe ik het dan?
Saantje. Dat doekje, dat heb ik vannacht bij me gehad, om de geur er een beetje in te krijgen. Komt er nog eentje? Hey. Oh, lekker. Dus als jij de stiekem zet, dan is het een lekker. Dat is mama. Nou, ik ga nog een beetje pakken hoor. Ja, ik nog geen? Ja. Nee, dat is wel heel gistig. Dan heb ik wel een aanspunt die al twee mensen rijden en al twee muziek. Kom maar. 1, 2. Dat is lekker. Schatje, is dat lekker? En kijk, je ziet dat ze voetjes die reageren op als ik het aanraak. Dat is zo mooi. Kijk. Je bent zo'n knap ventje. David is net geopereerd vandaag. En zoals je ziet, een hele stoere litteken. Of tenminste, nu nog een hechting, maar dat wordt een heel stoer litteken. Maar het gaat heel goed met hem. Nog even je oogje laten zien. Het kost je veel energie, hè, vent. Ja. Hey, schatje. Wat ben jij mooi. Je hebt zo'n mooi oogje. En volgens mij heb je al een beetje wimpertjes. En ik deel dat je dat van papa hebt. Hé? Ja. Nou. Ik kan mijn ogen niet van je afhouden, liefje. Nee. Knapperd. Hey, knapperd. Oh, liefie. Het is vermoeiend, hè? Ja. Maar het is wel heel mooi. Het is heel mooi om je oogje te zien. Je bent zo knap. Ja.
Schatje. Oh, wat doe je nou? Oh, schatje. Ja. Gaat ie wel goed met jou, liefie? De Heere zegent jou en hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven. Met de camera. Wil je dat even een beetje zien? Tuurlijk, het is een jongetje. Wil je dat even een beetje zien? Wat voor camera heb je, papa? Een HD, hoe fijn. Nee, niet helemaal HD, maar goed genoeg. Hij begint lekker zijn oogjes open te doen. Nog een beetje wazig van de morfine. Maar af en toe dan kijkt hij strak aan. En dan valt hij weer in slaap. Nou, en dat is de snee die ze gemaakt hebben voor de operatie van het midhoofd. Met onder een borstkas. En dat is de drain die ze gebruiken om zijn borstholte, waar aan de linkerkant geen long zit, een beetje de ruimte te geven als er vochtophoping is, kunnen ze dat af laten vloeien. En hier heeft de ECMO aangezeten. Het ziet er ook heel netjes uit. Het is een sticker, er zit een beetje bloed onder, maar de snee ziet er heel goed uit. En dit is nog een andere uitgang, maar aan dezelfde vaat als dat de ECMO zat. Om zo meteen nog eventueel van medicijnen en bloedafnemen te gebruiken. Dan voor de rest nog allerlei metertjes om zijn zuurstof te meten en zo, ook eentje aan zijn voetje. En een paar plakkertjes voor de temperatuur en voor zijn hartslag en voor de ademing. En hij doet het nou nog eventjes samen met die machine. Het is de bedoeling dat hij dus nu afgebouwd wordt zodat hij het zoveel mogelijk zelf kan gaan doen. En daar willen ze ook al zo snel mogelijk mee gaan beginnen. En ze hebben het ook al zelfs gezegd dat ze misschien al willen beginnen met voeding. En daar is hij ook weer heel snel mee. Gaan ze morgen over beslissen? Ja, gaan ze morgen over beslissen. Dus hij is gewoon met alles super snel.
zo hoog als de hemel, zo hoog als de hemel is uw trouw. De hemel, zo hoog als de hemel, zo hoog als de hemel is uw trouw. De time.